Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe video van Drifted Away. Het is nieuwe week. En we zijn in België deze week. Maar voordat we in België zijn, gaan we even terugspoelen. En zie het slechte weer wat ik had in Nederland. En de leuke dingen die ik daar heb gedaan. Wat ik vorige week eigenlijk vergeten was om te vertellen, is dat ik nieuwe schoenen heb gekocht. Deze. In Maastricht. Heb ik nog niet laten zien, dus vandaar laat ik ze nu even zien. Zo moeten ze. Mooie nieuwe Adidas Torsion schoenen. In de link onder in de beschrijving kun je zien waar ik de schoen heb gekocht in Maastricht bij Grail. Er staat een verwijzing naar welke schoenen het zijn en welke winkel dat je ze kunt krijgen. Wat er deze week nog allemaal op de planning staat na Brussel, wat als volgende week op de vlog komt, is een beetje onbekend. Want ik heb mijn rooster niet voor de komende dagen. Ik sta reserve. En reserve, dat wil zeggen dat ik morgen krijg te horen waar ik de dag daarna naartoe ga. Dus dat is een leuke verrassing. Wellicht is het een op en neertje ergens in het Midden-Oosten. Wellicht is het een leuke bestemming ergens in Zuid-Europa, wie weet. Dus dat gaan we zien. Dat krijgen jullie volgende week in de vlog te zien. En mochten jullie daar nieuwsgierig naar zijn, dan abonneer op de knop hier beneden. En doe een duimpje omhoog. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Het is vandaag vrijdag. En het is heel slecht weer. Daar is mijn YouTube-fenomeen mama. Nou, welkom in het regenachtige Reuver in Nederland, waar er nog een paar bootjes te koop staan. We dachten, het is vandaag lekker weer, we gaan een triathlon bezoeken. Er is een of ander evenement, internationaal evenement in het kleinste dorpje van Nederland te vinden. De Long Weekend Race Run, of hoe het mag heten. En het regent en het is echt super slecht weer. Maar we gaan even kijken wat er allemaal te beleven is vandaag. Hele fijne dag in Maastricht. Dat heb ik niet gefilmd, maar ja, jullie zien dat wel op een andere vlog dat ik al in Maastricht ben geweest. Maar nu besloten we om even lekker te gaan wandelen in de natuur bij de Maas. Onderweg naar de Grauwe Beer, hier, daar, om lekker Limburgs draai, vers gemalen, gebakken en gemaakt door de molenaar. Ik weet niet hoe ver we naar boven gaan, maar ze gaan de molen stilzetten. Nou, we gaan een steile trap op. Maar echt een hele steile trap op. Mogen we hier ook naar beneden? Nou, alles wordt hier gemaakt. Ik zet het meel zit er nog in hier. Kijk. Er zit gewoon het meel nog in. En we gaan nu weer een trapje naar beneden. Dan zitten we zeg maar op het dak. Niet bij mijn zwaar, maar dat is. En nu gaan ze de molen vangen. Zo noemen ze dat, hè? De molen vangen. Dus ze gaan hem nu stilzetten. Dus dat wordt met een touw gedaan. En dan zakt er dus een balk hier bovenin. En dan trekt hij de rem aan. Kijk, en langzaam stopt hij. In Dubai hebben ze geen molens. Toch hebben ze een dijk, maar voor je ook molen. Want de molens die stingen met de wiek, de as krijg op en de wieken in het kluts. Ah, oké. En die stingen ertussen het moer en dan draaien ze even op. Zo, nu gaan ze het zeil ervan afhalen. Helemaal. Kijk, wat erop? Oprollen. 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 Oh, helemaal naar boven klimmen. Nee, dat hoeft niet. Oh, dat hoeft niet. Gaat allemaal automatisch. Het is niet meer gevaarlijk. Het is veiliger dan vroeger. Als ik het erop moet likken, moet je het boven. Oké. Okay. Ja. Doe ik in de boot. Dat wordt erop.
rollen. Weer terugbrengen. Hetzelfde wie die. Ah, oké. Okay. Even anders losgemaakt. Ah, op die fiets. Moet het netjes strak oprollen. En dat deurtje ervoor. De driehoek, dat zo klein mogelijk. Geeft daar een flinke zwiepel aan. Kijk, want daarboven staat nog een doek open en dat moet dus nog naar beneden komen. Ah, zo. Al drie. Nou. We hadden maar 2,5. Nu tikje pleuten waar weer dat de balk in de haak ging. Oh, dan wordt er geduwd. De molen, de grauwe beer, wat jullie dus net gezien hebben, stond dus eerst hier. Er komt nu een foto hier in beeld. Dan zie je waarom dat de molen verplaatst is. Die is dus met allemaal kranen is die naar een hoger gedeelte hier gebracht, omdat die dus onder water stond. Dus ze hebben die molen helemaal verplaatst met kranen, zodat die nu altijd droog staat. En dat de eigenaar hier geen water in de kelder heeft staan waar hij zijn meel moet produceren. We staan nu in de molen en hier zijn van die kolommen waar het meel doorheen komt. En het meel komt hier zeg maar uit en dan wordt het hier in die zak gedaan. Het gaat zo er vanaf en dan wordt het meel erin gedaan. Dus het meel zit hier echt gewoon nog in. Het is allemaal, zoals jullie zien, allemaal meel. Hier staan de zakken met meel en die gaan dan hier door dit luik naar beneden. Kijk, en hier zie je wat er allemaal gemaakt kan worden. Maïsmeel ziet er zo uit, boekweitmeel ziet er zo uit, gerstemeel, tarwemeel, roggemeel en havermeel. Kijk, staat verboden toegang. Voor. Verboden toegang voor muizen. Koep Ravage. Goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Is het zondagochtend? Of is het al maandagochtend? Het is al maandagochtend. Jezus, wat gaat dat tijd snel. Ik ben weer in Dubai. En ik ga zo meteen even met een vriendinnetje van mij hier uit het gebouw. Niet die uit de UK, maar een andere meid uit de UK. Claire, gaan we even koffie drinken. Claire en ik kennen elkaar via mijn buurvrouw en we komen elkaar elke dag tegen. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. We komen elkaar heel vaak tegen. En elke keer zeggen we, oh, we moeten echt even koffie gaan drinken. En we moeten dit en dat. En we volgen elkaar op Instagram en Facebook. En we zien elkaar avonturen elke keer. Zij vliegt namelijk ook. En het komt er maar nooit van om samen koffie te gaan drinken. Dus ik stuur haar naar een appje en ik zeg, Claire, we moeten echt koffie gaan drinken. En zegt ze, 30 minuten ben ik klaar en dan gaan we. Dus eindelijk ga ik even met Claire een bakje doen. Het is Ramadan in Dubai, maar de lunchtentjes zijn wel allemaal open. Alles is afgeschermd, zodat men niet kan zien dat men aan het eten is, maar achter de schermen wordt volop gegeten, gedronken en zeer prettige gerechten genuttigd. Geen alcohol, maar ja, dat hoeft ook niet. Maar alles gaat gewoon door achter de schermen. Letterlijk achter de schermen. Dus we gaan even lekker een bakkie doen. Ja. Nou, zoals ik al zei, had ik afgesproken met de focus. Dus had ik afgesproken met Claire. Claire wants to say hello very quickly. Hi. So we're eating oatmeals and poached eggs and avocado. Dus wij zijn even lekker aan het lunchen slash ontbijten met z'n allen. En Claire denkt, hoe zit die allemaal te lullen in het Nederlands? Zoals jullie zien zie je ook de schermen hier. Wat afschermt dat we het eten zijn, zodat de mensen die het vasten zijn niet gestoord worden in een vaste ritueel. Oeh, dat is wel heel erg open. Nou, na lunch, koffie drinken en gezelligheid moet natuurlijk ook goed gedaan worden. Poetsen.
Ik kan natuurlijk daar iemand voor bellen en dan sturen ze een leuke Aziatische poetsvrouw. En die betaal ik dan wat en die komt ze fijn poetsen. Maar ik doe het toch liever zelf, weet ik tenminste dat het goed gebeurt. En ja, mijn moeder die laat deze handschoentjes altijd achter, maar ze zijn een beetje krap. Mijn moeder heeft natuurlijk iets kleinere handen dan dat ik heb. Maar goed, we gaan het er gewoon mee doen. Brussel vandaag. Gisteravond geland. Maar ik ga eigenlijk niks doen in Brussel vandaag. Ik ga vandaag met wat collega's naar de Efteling. Weer naar Nederland. Ja. Ik heb net een auto gehuurd. Daar zit ik nu in. Ik ben aan het wachten op de dames. Die zijn natuurlijk weer te laat. Dat zul je altijd zien. 9 uur beneden. Het is inmiddels 9:05. En ze wilden alweer 10 minuten later afspreken. Ja, dat is natuurlijk altijd met collega's als je vliegt. Ze moeten altijd op tijd komen op het werk en alles daarbuiten proberen ze altijd zo laat mogelijk te komen. Nou, ik ben nog geen 5 minuten in de Efteling en ik kom een klasgenootje van me tegen waar ik 100 miljoen jaar geleden, en we zien er nog knap uit, tegenkom in de Efteling. Waar we samen de Pabo hebben gestudeerd bij Loes. Wat superleuk. En Loes heeft inmiddels 2 lieve kinderen. Oh my god, tijd heeft stilgestaan bij mij. Maar niet bij Loes. Nee. Yummy mommy. Yummy mommy. We zijn op het moment aangekomen dat ik echt gewoon hierin ga. En de meiden die vinden het nu al helemaal geweldig. Het is natuurlijk altijd de vraag als je buitenlandse collega's meeneemt naar de Efteling. Of ze überhaupt iets snappen van wat de Efteling is. Maar het goede van de Efteling is dat ze heel veel in het Engels hebben nu. Dus ze krijgen alles wel een beetje mee hoe de sprookjes in elkaar steken. Maar tot nu toe hebben ze er heel veel plezier van. Dus. En ik ga ze nu natuurlijk meenemen naar de mooiste attractie die er is, de Droomvlucht. Dus daar gaan we nu naartoe. Dit is hoe de parkeerplaats eruit ziet bij de Efteling. Allemaal bugaboos. I'm heavy, but ride with me. Wee! Okay, I'm heavy. Ooh, sorry. No worries. Okay, maybe I need to get up. So guys, how did you like it so far? It was just fun. It was just fun? Very fun. Very fun. So much fun. Nou, we hebben wel de juiste dag uitgekozen om te gaan, want het is echt ontzettend fijn weer. Het is zonnig. Alles staat in de bloei. Ik weet niet of je het kunt zien. De meiden staan in bloei, maar de planten staan ook in bloei. En het is gewoon een heerlijke dag. Thank you.
nieuwe rooftopbar, Anita Watje, we zijn in de nieuwe rooftopbar Dolores. Zo net hebben jullie de beelden al kunnen zien van hoe het eruit ziet. Maar Ellie en mijn collega's zijn even weg aan het eten nu. Dit is in Tilburg, nieuwe rooftopbar in Tilburg, is echt geweldig. En we hebben een dagje Efteling erop zitten. En we zijn nu toe aan heerlijk eten. Dus we gaan er lekker van genieten. Mochten jullie deze video nou leuk vinden, doe even een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer ook. En je krijgt elke week een melding dat er een nieuwe video online komt.